De Belastingdienst heeft het leven verwoest van heel veel mensen. Honderden, waarschijnlijk zelfs duizenden gezinnen kregen te maken met stopzetten van kinderopvangtoeslag. En ook moest men eerder ontvangen toeslagen terugbetalen. Er zijn voorbeelden van mensen die per direct vele duizenden euro's moesten overmaken. Toeslagen stopten, er werd beslag gelegd op loon en er was geen betalingsregeling mogelijk. De gevolgen waren en zijn dramatisch. Schulden, relatieproblemen, echtscheidingen. Mensen zijn uit hun huis gezet. En dit alles op basis van vermeende fraude. Vermeende fraude, geen aangetoonde fraude. Voorzitter, de Belastingdienst heeft gewone burgers, gewone ouders, tot fraudeur verklaard. Zonder proces, zonder bewijzen. En natuurlijk, mensen maken fouten. Organisaties maken fouten. En bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen. En daar worden dus ook fouten gemaakt. Dat gebeurt. Maar wat deze zaak zo bijzonder maakt en zo vreselijk, is het feit dat toen de dienst erachter kwam dat ze fout zaten, toen ambtenaren erachter kwamen dat ze fout zaten, dat ze toen niet die fouten hersteld hebben. Maar dat ze doorgingen. Doorgingen met mensen het leven zuur te maken. En ondertussen heeft bijna iedereen geconstateerd en ook erkend dat de fout niet bij die ouders, niet bij die burgers zat, maar bij de dienst zelf. De ombudsman, de Raad van State, de commissie Donner, de dienst zelf, iedereen geeft dat toe. En zelfs de staatssecretaris heeft, na heel lang wegduiken, erkend dat er onrechtmatig is gehandeld door de Belastingdienst. En voorzitter, de Nederlandse Belastingdienst moet onomstreden zijn. Die dienst moet boven iedere verdenking staan. Nederland moet kunnen vertrouwen op zijn ambtenaren. Burgers moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke behandeling van en daar door de overheid. Dit is Nederland. Wat hier is gebeurd is dus onacceptabel. En uit de vele documenten blijkt dat deze staatssecretaris al heel lang wist dat er iets fout was gegaan. En door niet in te grijpen is hij nu ook verantwoordelijk. Verantwoordelijk omdat hij bewust dossiers heeft achtergehouden. Verantwoordelijk omdat hij geweigerd heeft zijn ambtelijke top aan te pakken. Verantwoordelijk omdat hij de ambtelijke terreur van dwanginvorderingen, loonbeslagen en huisuitzettingen liet doorgaan tot zelfs nog een paar maanden geleden. En het is niet, voorzitter, het is niet voor het eerst dat deze staatssecretaris slecht werk aflevert. Zijn rapportcijfers de laatste jaren waren al niet zo best. We hebben een mislukt ICT-project achter de rug bij de afdeling Schenk- en Erfbelasting. Een mislukte poging om belasting op dieselauto's aan te passen. De winstbelasting voor duizenden ondernemers werd niet gecontroleerd. En er was nog iets met miljonairs en gedoe met de erfbelasting. En dan komt dit drama van het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag er nog bij. Voorzitter, het belangrijkste vandaag zijn de mensen die slachtoffer zijn geworden. Er moet dus een passende vergoeding komen. Geld terug en een schadevergoeding. Voor ouders, maar ook voor de oppasouders. Voor iedereen die de dupe is geworden. En het voorstel in het rapport Donner is een eerste aanzet, maar ook niet meer dan een eerste aanzet. En ik wil graag afsluiten met een vraag aan de staatssecretaris. En misschien kaap ik die vraag weg bij mijn collega van D66 die zo aan het woord komt. Maar ik wil hem nu toch alvast stellen. Na alles wat er gebeurd is de laatste jaren, vindt de staatssecretaris zichzelf de juiste persoon om dit probleem echt op te lossen? En voorzitter, de PVV is benieuwd naar het antwoord straks van de staatssecretaris. Maar laat ik heel eerlijk zijn, voor mijn fractie, voor de PVV, moet er vandaag een klein wondertje gebeuren om ons te overtuigen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Edgar Mulder.